Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Lisbeth Kemper. Lisbeth, je bent van Perfect Day. Wat doen jullie? Wat wij doen is, we bieden cybersecurity voor MKB. Voor kleine ondernemers. Hoe gaat dat? Hoe doen jullie dat? Is het nodig? Ja. Nou, dat zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Dat wil je eerst weten. Nou, laten we gewoon even beginnen. Want jullie bestaan nog niet zo lang. Ja, is het nodig? Waarom zijn jullie begonnen? Waarom zijn we begonnen? Dat is eigenlijk omdat er zijn best al veel cybersecurity bedrijven. Maar die richten zich met name op grotere bedrijven. En wat er eigenlijk nog ontbreekt is, of wat er nog weinig is, is bedrijven die specifiek oplossingen bieden voor kleinere bedrijven, voor MKB. Dus voor de bakker, voor de autoverhuurder, ja, echt voor de kleinere ondernemer. En waar moet die kleine ondernemer zich met security tegen beveiligen? Nou, die moet zich eigenlijk tegen bijna hetzelfde beveiligen als iedereen. Daar is niet heel erg veel verschil. Grotere bedrijven hebben iets meer te maken met aanvallen die echt op hen gericht zijn, specifiek als bedrijf. Maar voor de rest is het eigenlijk hetzelfde als voor iedereen. Dus als jullie een gesprek hebben met een MKB'er, waar gaat dat dan over? Wat zeg je dan? Wat bekijk je dan? Nou, wat wij belangrijk vinden is dat het echt persoonlijk is en dat het ook over hun eigen bedrijf gaat. We gaan ook bij bedrijven langs. En we gaan dus eigenlijk in de volle breedte van security gaan we door het hele bedrijf heen. En praten we over mensen, techniek en wetgeving waar ze mee te maken hebben. Ja, maar geef eens een paar details, want je zegt hetzelfde als voor iedereen. Weet je wel, veiligheid, wetgeving. Mm-hmm. Wat gemiddelde MKB-bedrijf, wat heeft hij nou voor probleem? Die heeft een websiteje en een CRM-systeem. Ja, nou, een website, daar begin je eigenlijk al. Ja, maar wat zijn daar dan de meest voorkomende problemen? Ja. Nou, eigenlijk de kern van security is altijd, wat heb je te beschermen? Nou, in het geval van MKB is het vaak toch gewoon persoonsgegevens. Zoals wij allemaal, we hebben onze eigen persoonsgegevens die we graag willen dat bedrijven die beschermen. Volgens de wet moeten MKB'ers ook, net als iedereen, persoonsgegevens beschermen. Daarnaast hebben ze vaak gewoon hun bankstromen te beschermen. En ze hebben een reputatie. En dat wil zeggen, op het moment dat van een kleinere onderneming een website wordt gehackt en hij ligt er een tijdje uit, of er komen rare teksten op, ja, dan heeft het wel impact op hoe die vervolgens zijn werk kan doen. Maar de security gaat dus zowel over dat deel, website beschermen, als hoe ga je veilig om met digitaal geld? Ja, het gaat over alle kanten van security. Dus je begint altijd met, wat zijn je risico's? Wat heb je te beschermen? En vervolgens kijk je van wat zijn de oplossingen die je daarvoor misschien al hebt of die je daarvoor nog moet nemen. Oplossingen liggen hem zowel in als heel simpel. Je hebt een werknemer die gaat bij jou uit dienst. Hoe zorg je dat zijn account op tijd wordt ingetrokken? Hoe zorg je dat hij geen toegang meer heeft tot die gevoelige data die bij jou in het bedrijf is? Een andere oplossing waar je aan kan denken is, hoe ga je bijvoorbeeld met je passwords om? Dat is ook iets wat we allemaal moeten, maar waar kleine ondernemers ook mee te maken hebben. Hey, en je vraagt je heel erg af van, goh, waarom zou ik me daar nou zorgen over maken? Dat is één, hè, van een gemiddeld klein bedrijf. Ja, wat heb je? Je hebt een paar man in dienst. Je hebt, wat ik al zei, een spreadsheet met wat klantgegevens. Nou, oké, je moet aan de wet voldoen. Mm-hmm. Dus dan zet je dan een password op. En je hebt een WordPress-site die door je neefje gemaakt is. Mm-hmm. Nou, oké, dan denk je, nou, het zal wel. Ja. Maar waarom die markt? Weet je wat ja. Er komt ook bij dat ze er meestal niet zoveel geld voor over hebben. Waarom focus je nou echt op die markt van de kleine bedrijf? Waarom die markt is omdat zelfs als een ondernemer zelf denkt van, nou, ik vind het niet zo belangrijk, want ik ben gewoon leuk bezig met mijn restaurant of mijn hotel. Ondernemers worden op grote schaal gehackt op dit moment. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Ja. En 50% van de ondernemers heeft al te maken gehad met een hack, al dan niet opgemerkt. Ze hebben op grote schaal last van ransomware. Kijk, bij Perfect Day houden we op zich niet zo heel erg van bang maken, maar het is een concreet probleem wat al bestaat. Daarnaast is het zo dat wat betreft persoonsgegevens, het voor ons allemaal belangrijk is dat die beschermd worden en dat ook MKB'ers toegang krijgen tot oplossingen, vaak hele simpele oplossingen, om te zorgen dat die gegevens beschermd worden. Als ik één voorbeeld mag geven, jij zegt al van, je hebt misschien een spreadsheet met klantgegevens, daar zet je een wachtwoord op, nou, dat is al heel fijn.
Hoe weet je dan dat die spreadsheet ook wordt gebackupt? Dat is ook best belangrijk. En vervolgens, als je gegevens gaat uitwisselen met die klant, mag je eigenlijk ook niet zomaar zijn gegevens in de mail gooien. Nou, er zijn hele simpele oplossingen voor beschikbaar om dat, om dat te regelen. Alleen MKB'ers weten vaak niet bij wie ze terecht moeten en hoe ze het kunnen regelen. En wanneer komen klanten bij jullie? Want eerst moet het beseffen zijn dat het belangrijk is, want anders ga je geen geld eraan uitgeven. Doen jullie actieve acquisitie? Ga je die bellen? Of komen ze bij jullie en onder welke omstandigheden dan? Nou, op dit moment verkopen wij via een aantal kanalen. En dat zijn verzekeringsadviseurs die ook soms een begin aan het maken zijn met een cyberverzekering verkopen. Die hebben op dit moment Perfect Day in hun portfolio. Dus die kunnen ons aanbieden aan hun klanten. Binnenkort gaan we ook meer direct via internet klanten werven. Maar op dit moment zijn we dat dus nog via kanalen aan het doen. Ja, want jullie hebben een nauwe relatie met Nationale Nederlanden, is het, meen ik, hè? We zijn ontstaan uit Nationale Nederlanden. We zijn ons daar ook los van aan het maken. Nationale Nederlanden blijft wel investeerder, maar we zijn wel een apart bedrijf. En we hebben nog 4 advieskantoren waar we mee samenwerken en waar we de diensten ook verder mee ontwikkelen. Ja, hoe werkt dat? Want je zegt voortgekomen uit Nationale Nederlanden. Dat is een programma van Nationale Nederlanden, las ik ergens. Een soort incubator of een start-up binnen een lab of hoe noem je dat tegenwoordig? Ja, Nationale Nederlanden heeft een Spark Lab, heet dat. Dat is een innovatielab en daarin ontwikkelen ze allerlei nieuwe initiatieven. Wat dan al dan niet iets wordt en naar de markt kan worden gebracht, of binnen Nationale Nederlanden verder een product of dienst kan worden. Is dat ook de rationale achter jullie bedrijf? Dat vanuit de verzekeringswereld, want je zegt dat we worden ook meegenomen in de portefeuille van de mensen die verzekeringen proberen te verkopen. Dat veel ondernemers misschien wel verzekerd zijn tegen schade. Maar natuurlijk misschien niet altijd de juiste maatregelen nemen om schade te beperken. Als je vergelijkt met inboedelverzekering, dan krijg ik ook een brief van mijn verzekeraar van: goh, zorg dat je goede sloten op je huis hebt. Ja. Kun je het daarmee vergelijken? Ja, nou, daar kan je het mee vergelijken. Dat is ook een hele mooie manier om mensen dingen duidelijk te maken. Dus een brandverzekering, daar wordt ook preventie verwacht op dat gebied voordat de brandverzekering gaat uitkeren als je brand krijgt. Nou, die parallellen die trekken we ook altijd. En dus is dat inderdaad een hele mooie weg om die ondernemer te bereiken. En ook al omdat die adviseurs natuurlijk gewoon bij de ondernemer aan tafel zitten. Ja, worden dat op termijn dan ook uitsluitingsgronden voor verzekeraars? Dat je zegt van, je niet met onze dochteronderneming of het bedrijf waar wij mee hebben geïnvesteerd een consult doet, dan verzekeren we je helemaal niet? Ja, nou, dat klinkt heel negatief. Kijk. Ja, zo bedoel ik het ook. wat heel mooi zou zijn. Dan zou ik de volgende vraag zou dan zijn, dat is eigenlijk ook best raar. Ja, nee, maar het is ook niet ons doel om verzekeringen te gaan verkopen. Ons doel is juist om mensen preventiestappen te laten nemen en om mensen meer houvast te laten krijgen op hun cybersecurity. Wat wel heel mooi zou zijn op termijn, als het bijvoorbeeld een soort checklist zou kunnen zijn die dan voor verzekeraars ook meer duidelijkheid geeft of ze iemand wel of niet willen verzekeren op cybergebied. En daar is volgens mij niks mis mee. Nee, nou ja, het is natuurlijk een risico uitsluiten en op zichzelf kun je daar weer van alles van vinden hoe dat werkt bij verzekeringsmaatschappijen. Dat je afhankelijk van waar je woont, de premie van je inbruikverzekering wordt vastgesteld. Ja, nou, kijk, onze doel is echt om cyber eenvoudiger te maken voor mensen en om praktische handvatten te geven om ermee aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van uitsluiten. Ja, je zegt ook, we zijn misschien uit dat lab van Nationale Nederlanden voortgekomen, maar we gaan zelfstandig. Ja. En ik kan straks ook gewoon bij jullie terecht als ik geen verzekering neem. Absoluut, van Nationale Nederlanden. Al eigenlijk. Ja. Dat kan gewoon al. En daarnaast zijn er ook al andere partijen geïnteresseerd om reseller van ons te worden. De reden dat we die kanalen nodig hebben is natuurlijk wel dat we voor een klein bedrijf niet elk bedrijf apart kunnen gaan benaderen om te verkopen. Dus we moeten wel daar partners in hebben in feite. Is een belangrijk deel van jullie werk ook bewustwording? Ja, absoluut. Want daar begint het mee, hè? Want het is niet de core business van die bedrijven. Ja. Hoe doen jullie dat? Op het moment dat iemand bij ons aan tafel zit, dan zijn we natuurlijk al een eind in de bewustwording. Dat betekent dus dat hij al wil praten over
of zij, hij of zij, vaak is het een hij, wil praten over zijn cybersecurity. En inderdaad, de standaard houding of gedachte is wel van ja, bij mij valt niks te halen. En op het moment dat je dan met iemand in gesprek gaat over wat hij te beschermen heeft. Dus nou ja, bijvoorbeeld als ik bij een fysiotherapiepraktijk zit en ik vraag van goh, hebben jullie ook speciale gegevens die jullie moeten bewaken? Ja, wij moeten inderdaad medische gegevens bewaken. En vervolgens zeg ik, nou, hoe doen jullie dat dan? Ja, daar hebben we systemen voor en die systemen die zijn beveiligd, dus dat zit helemaal goed. Ik zeg, nou, daar ben ik blij om, goed om te horen. En dan zeg ik van, ja, gebeurt het wel eens dat jullie misschien systemen of gegevens willen vasthouden die niet helemaal precies in dat systeem passen? Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja, hoe doen jullie dat dan? Ja, dat doen we dan in Dropbox. Nou, jullie zijn, kijken nog niet heel verbaasd, maar ik ben dan wel verbaasd dat er medische gegevens plus aantekeningen naar Dropbox gaan, terwijl ze eigenlijk een mooi systeem hebben waar dat in kan. Ja, ja. Wij zijn natuurlijk geen experts. Ik zet alles in Dropbox, maar ik begrijp dat dat niet veilig is. Nou, Dropbox is veilig voor bepaalde toepassingen, maar medische gegevens, daar hebben we natuurlijk speciale afspraken over gemaakt regels, met z'n allen. Regels voor. Er zijn regels voor. En het liefst wil de ondernemer zich ook aan die regels houden. Alleen soms wordt zijn werk gewoon onhandig gemaakt door regels of systemen waar het in moet. En dan gaan ze natuurlijk andere oplossingen kiezen. En wat ik merk is als je met ondernemers erover praat, ja, dan is het eigenlijk vaak niet zo heel erg moeilijk om ze te overtuigen om toch een andere kant op te gaan. En wat doen jullie dan? Hè? Dus ik zag dat je een soort intake-procedure hebt, een bepaald bedrag. Mm-hmm. Ga je een gesprek aan en dan analyseren jullie waar jullie denken dat stappen gezet moeten worden. Ja. Wat doen jullie in het vervolgtraject? Wat doen jullie wel en wat doe je niet? Oké, ja. Wat wij doen is, op het moment dat we dat gesprek hebben gedaan, proberen we zoveel mogelijk tijdens het gesprek eigenlijk al concrete voorstellen te doen om dingen te verbeteren. Daarna bellen we met de IT-leverancier van de ondernemer om de dingen die hij heeft gezegd te verifiëren en te kijken hoe het echt gaat in de praktijk. Daarna schrijven wij een rapportage. En dat moet je niet een enorm boekwerk bij voorstellen, maar juist een heel overzichtelijk document met mooie wijzers op welke vlakken het goed gaat en welke niet. En concrete de maatregelen er weer in die tijdens het gesprek ook naar boven zijn gekomen en nog aangevuld met wat we met de IT-leverancier hebben besproken. En dat rapport dat bespreken we dan na met de ondernemer, telefonisch. Vervolgens is het aan de ondernemer zelf om ermee aan de slag te gaan. Dus wij gaan niet zelf dingen doen. Dus jullie zijn adviseur, daar stopt het. In feite zijn we adviseur, ja. Ja. Ik zag dat jullie wel iemand in dienst hebben die gewoon eens even kan kijken hoe hackbaar de systemen zijn van een ondernemer. Dat is wat je, dat doe je wel. We kijken sowieso altijd naar de website. Maar jullie hebben gewoon iemand in dienst die een beetje kan hacken of goed, heel goed kan hacken en die zo'n systeem heeft. We werken ook wel met hacken, maar we kijken. Er kan een advies uitkomen dat je zegt van nou, je hebt toch een systeem wat ingewikkelder is, wat iets aanstuurt, wat je zou moeten laten penetratietesten, noem je dat dan. En daar kunnen we inderdaad mensen voor inschakelen om dat te doen. Ja. Maar over het algemeen checken we de website op een aantal standaarden. Dat kan kunnen de meeste mensen dat wel. En vervolgens gaat het vooral om de maatregelen die de ondernemer zelf moet nemen. Dus Waarom stoppen jullie daar? Waarom helpen jullie die ondernemer niet helemaal? We zijn op dit moment wel aan het kijken naar een abonnementsvorm, waarin we inderdaad dat kunnen doen. Dus per 1 maart gaan we een abonnement aanbieden, waarin we sommige ondernemers gewoon een stukje verder kunnen laten ondersteunen bij technische dingen bijvoorbeeld die ze willen uitvoeren. Maar vaak is het natuurlijk ook zijn eigen IT-leverancier die het gewoon kan doen. Dus daar hopen we ook het meeste samen mee te kunnen optrekken en te zeggen van joh, eigenlijk zouden de pc's moeten worden gelokt automatisch als iemand wegloopt. Nou, dan kunnen wij gewoon even bellen met de leverancier en aangeven dat de ondernemer dat graag wil. En dan is het eigenlijk ook geregeld. Maar we zijn dus geen consultancybedrijf wat het ter plekke wil gaan oplossen. En dat zou denk ik ook te duur zijn. Ja, en vaak hebben natuurlijk de ondernemers waar het om gaat, hebben een IT-leverancier. Ja, of en meerdere. Die moeten dat natuurlijk gewoon oplossen. Precies. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Ja. Als je even een stapje terug doet, hè? Even los van
wat jullie nieuwe bedrijfje doet, want jullie zijn net begonnen. Ja. Jij komt trouwens bij Fox IT vandaan, dus daarom vraag ik het je ook. Je werkt daar al 4, 5 jaar, zoiets. Ik heb er gewerkt, ja. Of heb er gewerkt, dus je hebt ook volgens mij heel goed zicht, want het is een van de bekendste cybersecurity bedrijven in Nederland. Jullie zeiden net ook al wat over. Hoe is de staat van cybersecurity in dat segment waar jullie op richten? Het middelgrote en klein ondernemend Nederland. Nou ja, er zijn een aantal onderzoeken naar gedaan, ook door Capgemini. En wij komen het zelf nu in de praktijk ook tegen. Het moet echt veel beter. Dus weet je, het is niet dat we nou enorm ingewikkelde dingen moeten gaan uitzoeken. Het zijn echt de basics. Die vaak niet goed zijn. Die vaak nog niet goed zijn. Wat zijn die basics dan? De helft van de bedrijven waar ik geweest ben, gebruikt allemaal hetzelfde Windows-wachtwoord. En gebruikt persoonlijk en bedrijfsmatig misschien 1 of 3 wachtwoorden voor alles. Ja. Ja, dan is het voor iemand die een beetje wil hacken wel enorm eenvoudig om naar binnen te lopen. Ja. En kleinere bedrijven worden ook groter en sommige dingen veranderen niet zo snel. Dus je kan je nagaan hoe penibel het eigenlijk is. Ja, maar er moet dus echt heel veel gebeuren. Dat er moet echt veel gebeuren, ja. Nu hadden we... Nou, we hebben vaak start-ups aan tafel die in die markt gaan zitten. Ook met de komst van de nieuwe privacywetgeving, de AVG. En uit onderzoek blijkt dan ook dat, weet ik veel, 75-80% van de datalekken zijn eigenlijk het gevolg van menselijk handelen. Ja. Denk dat jullie daar ook tegenaan lopen. Klopt. Dus je bent eigenlijk, word je ook al snel een soort coach van do's en don'ts in de gewone normale omgang met technologie. Ja. Toch? Dat klopt. Is dat bij jullie ook zo? Ja, geef eens voorbeelden van wat je dan tegenkomt. Wat ik net al aangaf. Dus, de wachtwoorden, oké. Okay, ja. Wachtwoorden, maar ook gegevens. Niet weten hoe je met data om moet gaan. Printers op plekken zetten waar iedereen erbij kan komen zonder dat je wordt gecontroleerd. Dus dat er ook papier kan blijven liggen. Wat eigenlijk helemaal niet bedoeld is voor andere mensen. Dat is eigenlijk ontzettend veel wat moet worden aangepakt. Maar je noemt een paar dingen die zijn zo evident dat ik denk, nou, als dat al misgaat, dan gaat er in de rest van de keten natuurlijk ook ontzettend veel mis. Ja. Maar ook gewoon bijvoorbeeld waar je naar kijkt als je iemand aanneemt. Dus wat wel heel goed vaak gaat bij kleinere ondernemers, is dat ze via mensen kennen en die dan aannemen. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie en veilige manier. Maar gewoon heel even checken of iemand een extreme hobby heeft of weet je wat niet handig is bij het soort bedrijf wat jij bent. Ja, dat gebeurt ook vaak niet. En nou ja, op IT-gebied zijn er ook hele simpele dingen. Het gebruik van je wachtwoord, het lokken van je PC. En wat jij zei van ja, je wordt misschien een soort coach. Dat is eigenlijk ook wat we graag willen. We willen graag dat MKB erop vertrouwt dat we ze kunnen helpen. En dat we ze dus ook regulier kunnen spreken elk kwartaal. En kijken van, goh, heb je de maatregelen dan ook genomen die we hebben besproken? En is er nog iets veranderd in je bedrijf waardoor je nieuwe dingen zou moeten doen? Ja, want dat van die wachtwoorden. Natuurlijk, ik snap helemaal wat je zegt. Maar wachtwoorden blijven natuurlijk gewoon een drama. Iemand anders moet iets anders oplossen. Want dit zullen we allemaal blijven doen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik ook. Ja, daarom, ik weet ook wel dat ik wat ik doe niet goed is. Mm-hmm. Maar het geëmmer met die wachtwoorden waar je gillend gek van wordt. Ja. Neem een password manager. Dan moet je zo lang houden. Ik vind ik word gek van die wachtwoorden. Daar heb ik twee van. One password en nog eentje. Maar goed. Oké, okay, dat is wel goed begin. Althans, daar heb ik in ieder geval een keer gekocht. Ja, maar goed, voor mij moet dus ik denk dat wie daar aan de andere kant iets kan verzinnen, die loopt binnen. Als ik je hoor, en dat is inderdaad zo breed, hè, het is van de printer tot wel technologische stappen die je moet zetten. Bestaat zo'n eerste gesprek, zo'n eerste kennismaking, gaat ook meteen al zo breed bij jullie? Ja, ja. We gaan eigenlijk, we spreken altijd de ondernemer zelf. En dat heeft natuurlijk ook te maken met draagvlak. Dus als de baas zelf zegt van nu gaan we het anders doen en nu gaan we opletten, dan dat werkt natuurlijk veel beter dan als je de IT, degene die het meeste affiniteit heeft met IT aan tafel hebt.
De IT en de ondernemer samen aan tafel, dat vinden we ook niet zo'n goed idee, want dan krijg je misschien een soort wel eens niet, of jij had dat moeten doen enzovoort. Dus we spreken altijd de ondernemer zelf en daarmee gaan we door alle thema's heen. En waar die het niet weet, vullen we het dan aan met het bellen met zijn IT-leveranciers. En over het algemeen weet de ondernemer eigenlijk best wel veel al van wat hij in huis heeft. Maar de details van bijvoorbeeld, staat er een firewall tussen je gast-wifi en je zakelijke wifi? Ja, dat weet hij vaak niet, dus daar bellen we dan de leverancier nog even voor. Ja, jullie liften natuurlijk nu ook mee, het zal ongetwijfeld mee, het zal ook wel een beetje bewust zijn op... Ja, toch wel de toenemende gesprekken over die veiligheid, hè? Ook door de invoering van de AVG. Ja. Bedrijven moeten ook. Ja. Is dat voor, ik ga er zomaar vanuit dat dat voor veel mensen ook een reden is om jullie te bellen. Te zeggen, ja, weet je, we weten dat we iets moeten doen, maar we weten niet wat. Ja. Kom maar even kijken. Nou ja, je ziet eigenlijk de afgelopen jaren al dat bedrijven gaan bellen omdat ze aan de AVG moeten voldoen of aan de GDPR. Dus dat is denk ik ontzettend goed nieuws, ook voor iedereen in security, omdat daardoor ineens dingen aan het gebeuren zijn. Alleen het is nog niet precies hetzelfde, wetgeving en security, want de AVG is eigenlijk heel onduidelijk over hoe je gegevens dan moet beschermen. Ze zeggen wel je moet iets regelen, maar ze zeggen niet precies wat. Nou, er komt wel weer een nieuwe wet aan waarin dat iets meer gaat worden beschreven, maar uiteindelijk is er natuurlijk toch nog hulp nodig van security deskundigen om hoe je wat wilt beschermen. En ook dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, als je maar gewoon weet van oké, dit zijn gewone mailtjes, dit zijn klantgegevens en dit zijn medische gegevens en die verwerk ik in die systemen. Dan ben je eigenlijk al oké. Ja, en we hebben, ik zei het net al de laatste weken, het viel ons ook op. We krijgen meer start-ups die zich bezighouden met veilige mailsystemen, end-to-end encryptie en tweeweg authenticatie. Vorige, we hadden Skippy, veilig bestands uitwisselen. Of nee, niet Skippy, maar hoe heette ze? Scotty. Ja. Nou, zoiets. Dat komt wel in de buurt, vind ik. Scott, dus het veilige, zelf zeiden ze het veilige alternatief voor WeTransfer, waar vervolgens WeTransfer heel boos over werd. Ja. Maar goed, het valt ons op dat er meer aandacht voor is. Mm-hmm. Ik zie wel dat op zich die mailsystemen, waar best nog vaak weer gebruiksonvriendelijk zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is de toekomst toch dat we al die mail weer achter tweeweg authenticatie en een code via sms voordat je een mailtje kan openen? Ja. Waar gaat dit heen? Ja, nou, ik ben sowieso zelf geen fan van mail. Dus ik vind het heel jammer dat we dat nog steeds gebruiken. Maar, ja? maar niet omdat het niet veilig is? Of niet in eerste instantie niet omdat het niet veilig is. Maar gewoon omdat ik het de hele manier... Ik bedoel, ik vind WhatsApp veel praktischer dan mail in feite. Ja. Maar, ja, een andere uitzending. Ja, inderdaad. Wel een leuk onderwerp. Ja. Ik ben het met je eens. Het is gewoon nu nog even zoeken naar sommige tools om het echt veilig te doen. En gelukkig komen er wel steeds meer veilige tools die ook handig zijn om te gebruiken. Maar er is vaak niet één oplossing of één ding. En ik hoop inderdaad dat technologie ons meer gaat ondersteunen dan dat het ons heel veel effort gaat kosten. Maar heb jij nou een mandje met leveranciers bij je als je naar die fysiotherapiepraktijk gaat, dat je gewoon kunt zeggen, nou, je moet dit gebruiken of dat? Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat heb ik inderdaad. Ja. Sowieso zijn wij altijd op zoek naar tools en dingen die handig zijn voor kleinere ondernemers. En in ons abonnement gaan we ook met vaste leveranciers werken die bijvoorbeeld heel goedkoop online trainingen kunnen aanbieden voor ondernemers, waar ze gewoon een abonnement op kunnen nemen en na 2 maanden weer uitschrijven. Ja. Dus dat is een manier. En dus wij proberen ons vooral zelf in te verdiepen welke eigenlijk algemeen bruikbare tools er zijn die goed zijn om te gebruiken. En dan heb je inderdaad een Scotty en je hebt een Firefox Sendmail wat binnenkort ook uit de beta gaat met hun oplossing. Ja. En je hebt startmail. Ja, ook certificaten in je mail die je kan gebruiken. Maar dan moet je dus weer specifiek voor die ondernemer gaan kijken wat voor hen de handigste oplossing is. Ik kreeg laatst ook een ondernemer die werkte met bejaarden. En die zei van, ik moet iets hebben wat die bejaarden ook kan openen, maar het moet wel veilig. Nou, dat vind ik wel een leuke uitdaging. Om dan gewoon eens te kijken, wat is nou het allermakkelijkste is om te doen met een bejaarde. En wat heb je gevonden of ben je nog aan het onderzoeken? Nou, ik heb toen eerst Firefox Sendmail aangeraden, maar ik ben nog steeds wel aan het kijken of er nog makkelijker dingen zijn. Ja.
Jullie komen uit Nationale Nederlanden voort. Ze zijn net begonnen. Je zei, we hebben allerlei plannen voor het komende half jaar. Abonnementsvormen. Mm-hmm. Ik las ook eens dat jullie eigenlijk naar een soort simpel certificering willen. Hè? Dus niet de hele ingewikkelde, hoe heet het, ISO-certificering die bij corporates en grote bedrijven natuurlijk werkt. Klopt. Stel we nodig, dat is allemaal heel interessant, maar stel we nodig over een jaar weer uit. Waar staan we dan? Of waar zijn jullie dan? Ja, over een jaar hebben we natuurlijk een enorme grote menigte aan MKB-klanten die onze dienst wil gebruiken. en ik denk dat we onze dienstverlening dan gewoon heel strak hebben. En dat een MKB'er ook uit een soort keuzemenu kan kiezen. Van nou, dit zijn dingen die ik nodig heb en dit zijn dingen die laat ik lekker liggen, want die heb ik niet nodig. En nou, het is over een jaar, dus dan zullen de eerste zullen ook al aan de richtlijn voldoen of het certificaat hebben gehaald. Ja, wat wij of in samenwerking met andere partijen hebben gemaakt. Zodat ze ook kunnen zeggen richting hun klanten van kijk, ik werk veilig. Ja. Op lange termijn wordt het abonnementsmodel belangrijkst voor jullie? Ja, denk het wel. Ja, en een abonnement, abonnement is ook erop gericht omdat security ben je eigenlijk nooit mee klaar. Dus je moet altijd blijven aanpassen op dingen die er veranderen. Dus je zal altijd af en toe, het zou fijn zijn als iemand aan de bel blijft trekken van hey, ben je er nog bij? Heb je het nog steeds goed geregeld? Ja. Nee, dat is een goed verdienmodel. Ja, ik hoop het wel. Ja, het onderscheidt je ook van de consultants natuurlijk. En dat is een hele bewuste keus. Ja. 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 Oké, nou, we gaan je in de gaten houden. Dankjewel. Spannend. Graag gedaan. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor de livestream. Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. En Stekel, weet je, vroeger, de eerste jaren, hadden we altijd palm op tafel, weet je nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Altijd blikjes. Maar sinds, blikjes altijd. Maar sinds we een biersponsor hebben, drinken we altijd ingewikkelde bieren. Maar nu? maar nu is de biersponsor overgenomen door het bedrijf dat ook palm heeft. Dus yes. Return van palm. Dankjewel, Bier & Co. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan kun je alle uitzendingen via YouTube of fastmovingtargets.nl terugzien. Dag. We'll be right back.